pootje weer. Ah. Ik weet het niet hoor, wat jij uitspookt. Dan doe ik dat, dan ben ik in het klein en Rijk op de bank in het groot. Zo, lieve vrienden, een hele, hele goede morgen. Ja, het is nog morgen. En nog steeds. Het moet zelfs nog 11 uur worden. Het is het namelijk 10:46. En we leven op donderdag 20 mei. En het is prachtig mooi weer. Het zonnetje schijnt, de hemel is blauw. En ja, ik zit ook te wachten op Karen met elkaar. En ik zal ook zeggen, welkom weer bij een nieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. Ja. En wat we vandaag gaan doen, oh ja, dat is heel simpel weer. Want honden moeten iedere dag een aantal keren uitgelaten worden. Als Karen er straks is, dan beginnen we daarmee. Want die doet mee. Nou, dat kan. Ja. Het zal in de tuin gaan wat. Daar hebben ze ook al het een en ander gedaan, dus zo noemen ze niet meer. En dat heb ik ook alweer opgeruimd. Ik heb de kranten heb ik al in de container gedaan, dus allemaal weer gedaan. De krantenbak is ook weer leeg. Ja. Ik zal even mijn handen nog wassen, maar dat komt ook wel goed. Ja, ze worden een beetje zwartig. Nou ja, zwart, een beetje smoes, ja. Je ziet het eigenlijk niet, maar je voelt het wel. Tenminste ik. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Ik wens jullie natuurlijk ook nog eens een keer een hele fijne, liefdevolle dag toe. Geniet met elkaar ervan. Hebben jullie toevallig al vakantie? Nou, heel veel vakantieplezier. Maak het gezellig. Met elkaar. En wees lief voor elkaar. En geniet met elkaar. Ja, heerlijk toch? En vooral met dit weer. Ja, ik weet niet waar ze het over hebben met de regen. Want ik heb geen regen gezien. Ik weet niet wat ze bedoelen hoor. Gisteravond hadden ze het er ook over dat hier is op de kaart bij de melder enzovoort. Was een wolkje met een zonnetje erachter. En regen. En dan heb ik het vanmorgen er al over bij noodweer. Ik heb een app op mijn mobiel, dat heet noodweer. Dat meldt dat we morgen windstoten krijgen. Nou ja, oké. Ik weet het niet. Eerst zien, dan geloven. Ja. Want we weten al dat ze liegen over het een en ander waar ze ook voor getekend hebben. Dan moeten ze vliegen, want anders was het een ontslag geweest, het nieuws. Maar ook het weerbericht gaat al de laatste tijd niet goed. Nee, ik weet niet wat het is. Maar ja, oké. Het zal aan mij liggen. Hè? Ik weet niet meer waar ze nou wel over liegen en niet over liegen. Het enige weet ik wel, dat is over dat mikmakkie daar in Den Haag. Al die toestanden, wat er aan de hand is, daarover liegen, want ze worden ervoor betaald. Ja, dat weten we allemaal. Dat weet jij net zo goed als dat ik het weet. Ja, anders doe je dat niet. Nee, maar oké, maakt allemaal niet uit. We gaan nu gewoon gezellig door, want het is prachtig mooi weer en daar hou ik van. En nou ja, straks wanneer Karin er is, dan mag er niet gevlogd worden vanwege haar werk. En dan gaan we gewoon verder met die banaan, ja. En ik moet toch ook nog filmpjes weer in mappen zetten. Ik heb gisteren eentje gedaan, die heb ik gelijk ook aan het editen geweest, et cetera. Dus ja, het komt ook allemaal wel weer goed. Ik heb ook dat het is op het meisje in de dijk waar ze dit. Laat maar even gewoon dat filmpje ook even ronddelen. Dat vinden ze ook wel leuk. Zonder dat het eigenlijk het in een vlog wordt gedaan. Ik doe het dan in een vlog. Maar ja,
dan ziet het er toch heel anders uit dan je het zo even deelt. Ik vind zo ook wel even leuk, toch? Ja. Ze is weer lekker in het water geweest, ons meisje, hè? Ja. Och, ja. Oeh, ja. Hallo. De potenvrienden. Dat is niet. Wat zie ik nou bewegen? Oh, dat is een tak. Van die struik. Ik zag een schaduw bewegen op de grond. Dus ik denk, wat is dat nou weer? Maar dat is een tak van de vlinderstruik. Maakt niet uit. Allemaal gekheid op de toppie. Maar in ieder geval, ik ga even een bakje koffie doen in mijn handjes wassen en een broodje maken en voor kandel zorgen en er later van deze kant op halen. Dan hoef ik kandel niet lastig te vallen, want kandel moet daar blijven, want anders gaat hij me achterna en ik wil niet de mosterdbrug over hebben. Nee, gebeurt niet. Maar oké, ik weet nou niet eens waar hij is. Ik zag hem net nog, nou is hij weg. Maar dat doet hij niet toe, hij zal wel horen wanneer ik met zijn eten bezig ben. Zeg lieve vrienden, geniet. Ik vergeet jullie niet. Dat jullie het ook niet doen, dat vind ik het allemaal hartstikke bij. Dus zeg, geen niet voor ons en tot later. Doei. Zo lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ik zit even aan de eettafel, verpot voor mezelf. En ik heb een tas vol met boodschappen. Morgen moet ik weer weg, moet ik even ophalen achteruit de platen zetten. Dus luchtverkoeler. En zaterdag, nou dan gaat de schade maar weer in. Ja, lekker. Met dat mooie weer, mag gerust. Ja. En ik ga een recept klaarmaken wat Karin mij heeft verteld. Waar zij ook een vlog van heb gemaakt, maar ik vond het nog niet online staan, dus ik hou mijn mond erover. Moet ik eerst toestemming vragen aan Karin of dat al mag, ja of nee. Maar we gaan proberen, ja. Niet geprobeerd heet mis, je moet het altijd proberen, ja toch? Ja. Dus het komt allemaal goed. En ik heb natuurlijk uiteraard weer 100 snoepjes mee, dat heb ik al gedaan, maar ik heb nog een zak extra. Ik heb kattenvlees mee, nat voor, 3 dozen. Dus ja, ik ga het allemaal even opruimen. Want anders, ja, het is ook nou vreemd weer, het is grijs-grauw geworden. Het is niet fijn, het is ook gelijk een stuk frisser dan het eerste was. Maar ja. We zouden slecht weer krijgen de komende dagen met de Pinksteren. Nou zeg, wat is er? Wat is er? Wat is er? Wat is er met je gemopper? Hele pootje weer. Ik weet het niet hoor, wat jij uitspookt. Je moet het niet zo aan zitten te sappelen. Wordt drijfnat. Mal kind. Je bent mal kind. Boefie ben je. Ja. Je bent een boefie, je bent een poefie. Ja, je bent een boefie. Ik ben een boefie. Ik ben een boefie. Hé? En dat je mijn andere meisje ook bezig met haar eigen schoon te maken. En dus ja, zo gaan we gewoon door. Ja toch? Zo is dat. Dat ik ga de boel lekker even opruimen en dan komt het helemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, hou vol goede moed en tot later. Doei! Nou ja, kijk, eventjes test, een filmpje. Nou heb ik hem in het groot op mezelf en in het klein heb ik Rijka op de bank. En dan heb je nog dat andere dat je kunt draaien. Dus dan doe ik dat, dan ben ik in het klein en Rijka op de bank in het groot.
Ja, en hoe je het verder moet doen om weer een enkele film te krijgen, dat weet ik ook niet. Maar ik wissel dus met dat rondje, met dat pijltje eromheen. Wissel ik van mezelf naar groot naar klein en Rijka van groot naar klein. Ja, zo is het.